Hey, goeiedag allemaal, welkom bij een nieuwe video. We zijn vandaag in een nieuwbouwwoning. Er heeft hier een probleem met riool plaatsgevonden, waardoor er heel veel ontlasting en andere viezigheid uitgevallen of een pijp ergens naar boven toe is gekomen. En de mensen die hier zouden komen wonen, die de eerste dag van de bezichtiging, zeg maar, dat ze de sleutel krijgen, die liepen binnen en ja, dit is wat ze aantroffen. Het loopt helemaal door naar achteren, zoals je kunt zien. Het is gelukkig al opgedroogd. En als je hier, als mijn cameraman even naar binnen durft te komen, dan kunnen jullie ook laten zien dat er hier op ons staat te wachten. Je ziet de schimmelsporen, zie je al op het. Ik weet niet of het schimmel is of toiletpapier, maar in ieder geval. Het ziet er niet lekker uit. Dus goed, dit gaan we vandaag opruimen. Ik ga me nu omkleden. En dan gaan we weer aan de slag. Toiletpapier. Ik heb nu het grote gedeelte, zeg maar, van de vloer afgeschaafd. Dit is afgekomen wat hier in de hoek ligt. Dat gaan we straks weggooien. En als ik straks de vloer nat ga reinigen, is het makkelijk, want dan heb je niet al het toiletpapier of wat het ook was. Maar nu komt het gekste van allemaal. En dat is dit. Dus ik ga even mijn spullen gereed maken. En dan ga ik dit ook leeghalen. Dat wat ik net heb opgeruimd was droog, dus dat is veel minder erg. Dit is nog nat, dus hier gaat heel veel geur vanaf komen. Eens kijken. Geur op mijn natje. Oh ja. Ik zweep me helemaal kapot in dit pak. Warm water. Ah. Oh ja. Iemand nog, hoe heet het, een ontbijt vol met proteïnen nodig? Ik moet wel zeggen, hoe vaak je dit soort gekke opdrachten doet, hoe beter je erin wordt. Maar of het echt werkt, dat is weer een ander verhaal. Hier zit je niet op te wachten. Ja. Oké, vloer hier is leeg. Nu komt ergens de pot. Vroeger zou ik nog andere handschoenen hebben aangetrokken, maar inmiddels, weet toch, de techniek is zo simpel geworden. Ik haal hem in één keer eruit. Lijkt alsof ik ijs aan het scheppen ben. Chocoladeijs. Disco dip.
Tijen? Tijen, doe dan. Ben? Ik heb een mesje nodig. Ja, papier. Een andere rotzooi in. Maar niks dat we niet aan kunnen. Voorzichtig ook, dat we de pot niet beschadigen. Want het is in principe gewoon nog een gloednieuwe pot. En die willen we mooi houden, ondanks de omstandigheden. Oei, oei. Een geurtje. Een geurtje. Ik heb nu het meeste al weggehaald, de ergste dingen. Dus nu ga ik het detailwerk doen. Van alles afspuiten, schoonmaken, spoelen. Dan is dit gedeelte klaar. Dan kan ook dit masker aan. Ik heb het enorm warm, ik zweet me gek, als een gek. Want dit spet de hele tijd op je en dergelijke hier. Dus ik wil dat niet in mijn gezicht krijgen. Dus vandaar dat ik nu even nog dit draag hier. Maar even dit... Dit afmaken en dan ga ik nu zo laten zien hoe dat eruit ziet. Dan ga ik hier laten, details. Weet je. En dan kan ik later die pot hier nog van binnen schoonmaken. Sommige plekken. Er is ook een kleuring. Ga ik straks ook nog weghalen. Het zijn echt die kleine, ja, kleine details, zeg maar. Maar nu is al het grove werk gedaan. Ik ga nog even aanlopen met een doekje en zo. Maar het ziet er al stukken beter uit. Ja. Ik heb nu het ergste weggehaald. Ik ga nu een pot aansluiten en doorspoelen. Hopelijk werkt dat. Ik zweet me helemaal kapot. Het is buiten. Ik weet niet hoe warm, maar heel warm. Hier binnen is ook helemaal geen frisse lucht. Het heeft heel lang dicht gestaan. Oh, even luchten, man. De geur is echt stukken beter. Dus ik kan zonder masker weer uitdoen. En nu ga ik ook detail werken, dus dat is niet zo gevaarlijk meer. Nou, alles is nu schoon. We hebben niet alles kunnen filmen, want ja, we moeten ook werken en soms is het lastig met filmen. Maar goed, alles is nu schoon. Ik moet nog even opdrogen, daarom is het wat donker van kleur. Pot is gewoon, wasbak, tegels, voegen, leidingen zijn doorgespoeld. Al die randen, die naden tussen de kozijnen en de deuren en dergelijke, dat is allemaal schoongemaakt. De randen van de muren, de vloeren, deuren, eigenlijk alles waar wat op zat is schoon. En zo ziet dat er nu uit. We gaan nu de hele ruimte desinfecteren en ontgeuren. Daar hebben we nog even wat tijd voor nodig, maar dan als dat erop zit, dan is deze opdracht ook afgerond. Dat laatste stuk is niet zo heel interessant, dus de video houdt hier op. Maar ja, ik hoop dat jullie er weer van genoten hebben. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende video.